Oh, wat een ongelooflijk feest. Je brult en je lacht, je vreet als een beest. Jij wil graag jongerenvertegenwoordiger worden bij de VN? Tuurlijk. Dat zijn belangrijke thema's waar de VN zich mee bezig moet houden. Nou, ten eerste, ik denk dat handhaving van internationale wet gewoon heel erg belangrijk is. De ontwikkelingsproblemen, de millenniumdoelen. Het thema waar ik dus nu mee bezig ben is migratie. Dat is natuurlijk nog een superbelangrijk ding waar de VN zich echt mee bezig moet houden. De VN houdt zich ook bezig met de vredesmissie in Syrië. Daar zijn we ook hard... Nee, heb ik het helemaal niet over. Het superbelangrijke ding waar de VN echt alles voor opzij moet zetten en zich nu mee bezig moet gaan houden. Zegt u het maar. Zwarte fucking Piet natuurlijk. Maak je ook druk om die jaarlijks terugkerende migratie? Nee, dat is een prima migratie. Dat is een leuk kinderfeest, toch? De sprookjes, Sinterklaas, de kerstman. Dat zijn gewoon de dingen die je als kind ontwikkelen. Heel lang verhaal, maar jij zegt gewoon Zwarte Piet, prima. Ja, precies. Ik vind Zwarte Piet geen probleem. Ben je een racist? Nee, joh. Volgens mevrouw Shepherd? Nee. Wat ben je dan wel, volgens mevrouw Shepherd? Dat gaat ze nu nog onderzoeken. Wat vind je nou van mevrouw Shepherd en haar uitspraak van de week? Ik vind vooral belangrijk dat de VN zich concentreert op de belangrijke problemen in deze wereld. En daar is Zwarte Piet er niet één van. Millennium doelen. Zwarte Piet er één van? En daar hoort Zwarte Piet niet bij. Ik dacht ervan, eigenlijk er zijn zoveel meer dingen waar de VN zich mee bezig moet houden. Waarom houden ze zich met Zwarte Piet bezig? Weet je wel? Je hebt Syrië, je hebt Mali, zoals ze zeiden, de watercrisis. Ik vind het ook zonde voor de VN. Ja, hoezo? Dat de VN haar op haar vingers moet tikken en daar iets voor moet doen. Zelfs als de VN er iets een negatieve uitspraak over doet, is het niet iets waar de VN ons feestje mee kan verbieden. Dan kunnen we alsnog de middelvinger opsteken en zeggen, jongens, handen af van. Je kan het ook liever doen, maar ja, dat kan. Ik ben een Nederlandse jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO. En in dat kader heb ik met heel veel jongeren over Zwarte Piet gepraat. Oké, en wat kwam eruit? Centraal staat wel dat de jongeren Zwarte Piet niet racistisch vinden. Een Vandaag Jongerenpanel heeft onderzoek gedaan vorig jaar en daaruit kwam 92% vindt het niet racistisch. Dus er zitten ook migranten tussen of mensen van migrantenachtergrond, et cetera? Alles. De Nederlandse jongeren vinden Zwarte Piet niet racistisch, dus die boodschap ga je overbrengen. Als dat de boodschap van de Nederlandse jongeren zou zijn, dan ga ik die boodschap daar overbrengen. Dat is de boodschap van de Nederlandse jongeren. Stel je voor dat jij naar New York mag, hè? Ja? En je komt mevrouw Shepherd tegen de wandel hangen, wat zeggen we dan? Goedemorgen. Of goedenavond. Ja. Laf. Nee. Zeg het gewoon even afnokken? Nee, helemaal niet. Wat zou een gemiddeld fanbataljon met mevrouw Shepherd doen? Dat laat ik je niet weten. Het is niet geschikt voor de kleine kindertjes waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk niet, maar zoals ik er vandaag zag, nee, denk ik ook niet. Nee, die laten we echt links liggen. Laten we echt links. Je zou je hond er nog van aftrekken? Als ik een hond zou hebben, misschien wel, maar daar laat ik me verder niet over uit. Oké. Moet je aan de hond vragen.